Haha, dag Rietje, vrienden. Hoe is het met jullie? Hier gaat het ietsje beter. Ietsje, nog steeds oorpijn, hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ah, leuk. M&M snoepjes. Nu hoor ik jullie denken, Jan houdt niet van snoep. Jan houdt niet van zoetigheid. Jan houdt niet van suiker. Dan gaat hij van spugen. En daarom vindt Jan alles met suiker smerig. Daar heb je een punt. Edoch wil ik wel zeggen dat als ik dan verdomme toch iets moet snoepen, naast de zak erop, ik hou van M&M's. Met pinda's erin, hè? Die met pinda's. Daar kan ik zo'n hele zak van op kanen. En inderdaad, daarna ben ik denk ik een dag of drie misselijk. Wil ik overgeven en huilen, veel huilen. In de foetushouding, onder de douche, op de bank, praten met mensen. Ik wil er allemaal uitgooien. Enfin, dat vind ik niet smerig dus. Wanneer doe ik dat? Eigenlijk nooit. Ik denk misschien één keer per jaar. Maar dan kan ik ook wel zo'n hele grote zak leeg. Niet zo'n zakje als dit, maar echt zo'n zak. Raar. Ik doe rare dingen. Doe toch rare dingen. Raar, hè? Nou ja. Ahmed, jij hebt drie zakjes M&M's opgestuurd. Dus dat vind ik niet vervelend. Ik vind het niet vervelend. Ik vraag me alleen af welke het is. Ik heb namelijk al twee soorten M&M's. Namelijk de gele, waarin dus die met die pinda zit. En de bruine. En dat zijn eigenlijk de gewone Smarties, noemen we dat eigenlijk. Maar dat mag je niet zeggen bij M&M. Dus gewone M&M's dan of zo. Nou, whatever. Wat hebben we hier? M&M's karamel. Het is echt een bloedhekel van karamel. Waarom moet het toch allemaal met dat karamel? M&M's fudge brownie. Fudge brownie? Fudge brownie, dat is toch een cake? Een soort chocoladecake? Hoe doe je chocoladecake in een M&M? Vragen. En als laatste de blauwe M&M's. En dat is de pretzel. En een pretzel is zo'n zout krakelingetje. Ik snap hier geen reet van. En naast geel en bruin hebben we dus ook paars, blauw en donkerblauw. Ik wist niet eens van het bestaan of. Maar goed, dan zie je maar. Ik denk dat je dit kan kopen in een speciaalzaak. Of dat uit Amerika komt. We kunnen wel kijken, maar we beginnen met de karamel. Kijk. Ziet er gewoon uit als een pinda M&M'tje. Het grote verschil is alleen dat deze een beetje rommelig is. Het is niet een mooi pinda rondje natuurlijk, omdat er geen pinda in zit. En het vreemde is, er zit geen stempeltje op. Het M&M stempeltje is er niet. Dat zit wel bij die mooie pinda dingen. Ja. Nou, ik kan hier heel kort over zijn. Het buitenste laagje, ook al hier zo'n beetje kapot zien dit, is exact als die pinda M&M. Alleen, op het moment dat je daaraan bijt, hoor je dus pak van een pindaatje. En denk je, lekker. En hier bijt je dus in een bonk karamel. En dan denk je, is niet zo lekker. Twee van die dingen nu in mijn mail is, misselijk. Ik heb zo'n ongelofelijke bloedschurft aan karamel. Omdat het dat maar gewoon misselijk maakt. Het is ook niet lekker. Het is gewoon gebrande suiker. Wel een M&M gevoel, maar ook een beetje een kotsgevoel. Volgende. De M&M brownie, fudge brownie. Hoe kan dat? Ik weet niet hoe dat kan. Godverju, wat zijn deze zakjes moeilijk. Wat hebben we hier? Nou, het is niet te geloven. Maar het heeft ook weer het M&M gevoeletje met al verschillende kleurtjes. Ook dit zijn maar een beetje ongelijke bonkies. En ook hier staat geen stempeltje op. En hier zit dan... fudge brownie. Ik zweer je, er zit een echt fudge brownie in ook. Er zit cake in. Nou. Het verschil hiermee is met dat je het M&M'tje doorbijt en dat je dan in iets terechtkomt waar je eigenlijk niet in wil zitten. En hier bijt je een M&M'tje door en dan denk je ook, ja, hey, geen pinda.
Maar er zit wel een lekker smerig chocoladeachtig cakeje in. Dus hier zit er een verrassing in dat je denkt, ah, leuk verrassing. En hier zit een verrassing dat je denkt, god, wat een nare verrassing zeg. Ja, de paars M&M chocolate, weet je dat, fudge, weet je dat nou? Ja, heb ik dat net een stukje eraf afgescheurd. Fudge brownie is lekker. Ja, zit wel in mijn keel vast. Dan gaan we over naar de, laatste M&M. En dat is de M&M pretzel. En dat is natuurlijk heel grappig. Want een pretzel is een zoutje. En dat zit natuurlijk niet in een chocoladebassie. Het is niet te geloven, maar ook hier hetzelfde concept. Ja, wat zou je dat anders veranderen? En, hier zie ik wel een emmertje op staan. En hier ook. Zie je? Hier zijn opeens wel weer emmertjes op. Dat is leuk dat ze terug zijn. Hoe smaakt een pretzel in een M&M'tje? Ga even eentje proberen door te bijten. Nou ja, kijk. Het zit gewoon helemaal vol gebunkerd. Met koek. En is het zoute koek. Nee, het is helemaal niet echt een pretzel. Het is gewoon, ja, biscuitdeeg. Met een M&M laagje eromheen. Niet vies. Hij heeft geen moe met pretzels te maken. Het is niet te geloven, maar ik kan hier niet heel erg bijzonder negatief over zijn. Ik had verwacht dat ik de pinda heel erg zou missen in het kot. Ik mis de pinda. Die is ook gewoon de allerlekkerste. Laten we wel wezen, dat is gewoon de basis. Dat is gewoon de allerlekkerste. Ja, en dan gaat zo'n merk op een gegeven moment verschillende smaakjes proberen aan te boren. Dat is commercieel misschien leuk, maar voor mij hoeft het allemaal niet. Maar ja, ik ben dan ook een conservatieve oude man. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes zijn prima. Behalve de M&M blauw karamel. Die is niet te bunkeren. Want je eet zo'n lekker mooi M&M laagje chocola. Lekker, bijt je lekker doorheen. Dan denk je, nu komt die. Oké, geen pindertje, maar wat komt er dan? En dan bijt je in een soort, ja, zo'n heel groot, een beetje een bonkauwgom. Wat een karamel smaakt. Dus je bijt door iets zachts heen wat niet echt lekker is. En het tweede van, en je moet bijna kotsen. Liever zeg, ik sta op het punt van. Dit is gewoon mijn smaak niet. Ik hou niet van dat karamel. Pardon, want het begint omhoog te komen. Deze krijgt gewoon een 5. Het is gewoon geen voldoende. Het is gewoon, had je ook niet hoeven doen. De M&M pretzel, lichtblauw, is prima. Het is gewoon een M&M'tje. Waar koek in zit. Je hebt niks met een zoute pretzel te maken. Maar is gewoon prima. Chocola en koek, prima combinatie. Dat is gewoon voor mij een sessie. De lekkerste is de paarse M&M. Dat is namelijk gevuld met fudge chocolate. Of hoe heet dat? Dan ben ik weer dat dingetje kwijt. Fudge brownie. Dat is lekker. Er zit gewoon een chocoladecake in. Ook leuk toch? Nou, die krijg van mij een 7. Enfin, dat was het. 3 soorten smaken M&M's die je niet gewoon in de winkel kan krijgen. Ja, ik voel me niet lekker. Ik ben erg misselijk. Maar ik doe het graag. Allemaal voor jullie. He? Voor jullie doe ik dit. Of word ik mezelf op. Nou, bedankt voor het kijken. Ja? Mooi. Nou, graag.